harte welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn bij de lancering van het programma Eat Your Heart Out. Klinkt al lekker ruig, hè? Eat Your Heart Out. En al helemaal als je dan erbij nadenkt dat het vandaag Wereldvoedseldag is. Ik ga vandaag met jullie ontdekken wat Eat Your Heart Out nou eigenlijk precies is. Waar staat het voor? Want het is een programma, een jaar rond. Ik wil eerst eventjes mijn tafelheer welkom heten. Het is een soort, de voedselwereld draait door. Dus ik ben Matthijs van Nieuwkerk. Dan moet ik misschien iets sneller gaan praten. En nou, Claudia de Breij zit naast mij. Ja, ja. Geert Wilms, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Ja. Directeur van LIB, Landbouw Innovatie Brabant. Ik heb begrepen dat jij gelooft in de kracht van jongeren. En dat je ook echt instellingen en bedrijven wil stimuleren om met jongeren in contact te blijven. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja. Nee, ja, dat klopt. Kijk, waar wij mee bezig zijn is met vernieuwing in land- en tuinbouw en in de agrofood. En er komt voedsel natuurlijk ook bij kijken. Dat is misschien wel leading daarin. En ik denk dat niet jongeren een aparte status daarin hebben, maar jongeren die zijn gewoon onderdeel van de maatschappij en het geheel. En die moeten daar een actieve rol in hebben. En gevraagd en ongevraagd. En daar proberen wij faciliteiten voor te bieden door met projecten met jongeren, boeren en alles wat er omheen zit aan de slag te gaan. Ja, mooi. Ja. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Rianne van Zeeland. Ik heb het bedrijf Mevrouw de Boer samen met mijn zus. Wij geven presentaties, trainingen en workshops aan de agrarische sector, aan agrarische ondernemers. Waarin we echt proberen te focussen op communicatie richting de consument. En om dat ook echt vanuit jezelf te doen. Dus niet allerlei instanties vragen van help mij alsjeblieft om de marketing te regelen voor de sector, maar gewoon vanuit jezelf vertellen wat de herkomst van voedsel is. Nou, vandaag dus hier mag ik alle gasten verwelkomen samen met Geert. Ik wil graag met jullie eerst beginnen met een filmpje. Eerst even gaan kijken naar een filmpje naar Lambert van Nistelrooy, lid van het Europees Parlement. En hij kijkt met een nieuwe bril naar de economie en het ecosysteem. Dus kijk eventjes mee. Agrifood Capital is daarmee ook een goed voorbeeld geworden van hoe je regionaal organiseert. Een voorbeeld voor Europa. Europees commissaris voor regionale innovatie, mevrouw Cretu, komt al op 16 november naar deze regio, naar Den Bosch, naar Veghel, om te zien hoe jullie dat van onderuit opbouwen. Het is eigenlijk een ecosysteem van bedrijven, overheden, maar vooral ook de kennisinstellingen, die samen bereid zijn te investeren in eigenlijk de biogebaseerde economie, de circulaire economie. Daarmee is jullie regio een goed voorbeeld van zo'n ecosysteem, van samenwerking tussen de overheden, tussen de onderzoeksinstellingen, tussen onderwijs en tussen het bedrijfsleven, het MKB. Europa maakt een studie van hoe dit overal wordt opgepakt, ook met de bedoeling om die ervaringen, in dit geval rond food, rond de circulaire economie, om die uit te wisselen. En daarin hebben jullie het voortouw genomen en de bereidheid van Europa is groot om juist die activiteiten in de komende tijd te willen financieren. En ik zeg wel eens heel sterk met de neus omlaag, hoe krijg ik de Europese fondsen naar mijn regio? Ik roep op om juist het gezicht, de neus omhoog te richten naar andere regio's in Polen, in Spanje, in Frankrijk en andere regio's die op datzelfde thema specialiseren. En het doet mij goed dat die contacten nu zijn gelegd binnen de slimme specialisaties. In de studies die we nu in Europa maken, valt op dat je juist die nieuwe digital data, de big data, moet combineren met het ondernemerschap in de regio. Den Bosch krijgt een nieuwe data science opleiding, universitaire opleiding. En mijn oproep zou zijn om die juist hier te koppelen in specialisatie in de richting van agrofood. In de toekomst hebben we daar ontzettend veel bruikbare informatie voor je bedrijfsleven, voor je ontwikkeling. En dan zou het mooi zijn dat de capital echt capital wordt. In die zin dat je in Den Bosch moet zijn voor deze toekomstgerichte analyses. Daarin zit veel ruimte, niet alleen in Europa, maar juist wereldwijd. Met die big data science krijgen we de mogelijkheid om op een hele eenvoudige manier de topkennis
all over the world te combineren. En waar we zoeken eigenlijk naar die instellingen naast Wageningen, die zich op onderdelen daadwerkelijk specialiseren. En dan maakt het niet uit of je ontwikkelingen uit China, ontwikkelingen van Latijns-Amerika, die ook daar heel snel gaan, en die van Europa combineert. Het is dus een globale stap die in deze regio wordt gezet. En ik vind dat een hele goede mogelijkheid voor verdere ontwikkeling. Ja, nou dat is een stukje gedachtegoed van Lambert van Nistelrooy. Hij is lid van het Europese parlement, dus vanuit dat oog kijkt hij ook naar onze regio. We horen al een aantal kernwaarden, hè? Ecosysteem, jong talent, economie. De regio is ook heel belangrijk, daar wil ook echt Eat Your Heart Out zich op richten. Het publiek, jullie zijn er niet alleen om te klappen en te lachen, maar jullie zijn er ook vandaag om jullie meningen te delen en om input te geven. We gaan een aantal stellingen met jullie bespreken, dus we zijn heel erg benieuwd naar jullie input daar.